ben Stephanie, ik ben 27 jaar en ik werk nu ruim 2 jaar bij Ora. De ene keer zit ik op e-mail, dan doe ik WhatsAppen, dan doe ik Facebook, Twitteren. Heel divers dus eigenlijk. Ik ben Henk Pieters, 47 jaar. Met stom toeval ben ik terechtgekomen bij Ora. Ik had een heel leuk gesprek met Evelien van Tempo Team. En die zei tegen mij, is de Ora zorgcampagne niks voor je? Je beantwoordt eigenlijk vragen over de zorgverzekering. En als je dat goed doet, kan je doorstromen. En ik word constant uitgedaagd om het beste van mezelf te laten zien. Hoe ervaar ik de sfeer binnen Ora? Dat is eigenlijk een hele open cultuur. Een mix van jong en oud, ervaren en onervaren. Er wordt hard gewerkt, maar er is altijd natuurlijk ruimte voor een vleugje humor en een gesprek onderling. We werken met flexplekken. Dat houdt zeg maar in dat niemand een vaste plek heeft. Dus elke dag als je binnenkomt, dan kijk je gewoon waar een plekje vrij is en daar sluit je gewoon bij aan. We helpen elkaar onderling, we helpen elkaar in onze krachten, want de een is wat meer ervaren in een andere taak dan de ander. Hiermee heb je eigenlijk een win-win situatie, want je doet dus extra kennis op, maar je doet erbij ook nog een keer dat je de klant sneller kan helpen. Ik ben Christel en ik werk hier als supervisor op het contactcenter. We werken via een opleidingsplan voor de inhoudelijke kennis voor de verzekeringen. Daarbij leren we ook hoe voer je nou een telefoongesprek, maar dat doen we zeker niet aan de hand van de script. We werken vanuit de kracht van jezelf. Ben je in schriftelijk heel goed, ben je juist in communicatie heel goed aan de telefoon. Zodat jij voor jezelf een ontwikkelpad hebt, maar dat wij ook als organisatie natuurlijk optimaal gebruik kunnen maken van je kwaliteiten. Wat je hebt nodig hebt is eigenlijk gewoon jezelf. Je enthousiasme, dat je sociaal bent, dat je leergierig bent, maar vooral dat je gewoon elke dag zin hebt in je werk en dat je het ook voor jezelf heel erg leuk maakt, dan gaat het eigenlijk gewoon vanzelf.